ik er een beetje leuk in zit, zo. Ja, kijk maar. Kijk, even kijken daar. Beetje in de middel. Nee, op het schermpje. Ja, heel goed, heel prominent. De verslaggever, Heet het? Ja, de stand-up. Nou, iedereen zijn mond daar, want ik heb maar één microfoontje. Goedendag, Luc Zala. En deze keer vanuit België. Dat wil zeggen vanuit de Belgische Ardennen. Een beetje tegen de Duitse grens aan. En ja, net als veel Nederlanders dacht ik natuurlijk, ik ga even dat vreselijke weer in Nederland ontvluchten. Maar helaas, in België is het niet veel beter. Af en toe zon, veel regen, een beetje onvoorspelbaar. En geen echt vakantieweer. Een beetje te koud. En als er dan eens een warme dag is, dan is het weer ongelooflijk warm. Het lijkt wel of het weer van slag is. En ik moet zeggen, het lijkt wel of de wereld van slag is. Want mensen gaan op vakantie en zijn tegenwoordig toch een beetje bezorgd van wat gaat er gebeuren. Ik heb een reisje geboekt naar Egypte. Ik heb een reisje geboekt naar Londen. En dan gebeuren van die vreselijke dingen. En misschien gaan er ook wel vreselijke dingen in Amsterdam gebeuren. De dreiging is er. Er wordt van alles aan gedaan, die wordt van overal gecontroleerd. En de vraag is nou maar of dat helpt. Valt dit soort dingen tegen te houden? Ik betwijfel het. Want dit soort aanslagen komen voort uit woede. Natuurlijk voor een deel misschien uit onbegrip, uit fixatie op bepaalde fundamentalistische principes. Maar vooral, zeggen de psychologen, uit woede. Mensen worden kwaad. Zien films over hoe bijvoorbeeld in Srebrenica 7000 moslimmannen zijn afgeslacht. En waar Nederland duidelijk verantwoordelijkheid voor draagt. Het feit dat onze minister van Buitenlandse Zaken Bot dat niet ruidelijk wil toegeven, vind ik schandalig. De troepenmacht die daar was, had er iets aan moeten doen. Daar zijn meer mensen verantwoordelijk voor, maar Nederland stond daar in de eerste lijn. En de Nederlandse militairen zijn weggegaan. In de ogen van moslims was dat een massamoord. De grootste massamoord sinds de Tweede Wereldoorlog. En omdat het om een bepaalde groep ging, was het een etnische of zelfs een religieuze massamoord. En daar is woede over. En als we die woede niet willen begrijpen, dan kunnen we ook niet begrijpen waarom er mensen in Nederland naar geweld grijpen, mensen in de wereld in het geweld grijpen. En waarom er dan ook organisaties zijn in Afghanistan of waar dan ook in de wereld die die mensen helpen. Helpen om hun woede te kanaliseren in de vorm van een aanslag. Soms een zelfmoordaanslag. Maar we moeten ons in de eerste plaats afvragen waar die woede vandaan komt. De rest is bescherming, beveiliging, controle, repressie. Proberen er iets aan te doen. Maar eigenlijk al te laat, omdat die woede dus ontstaan is. En die woede is voor een gedeelte terecht. In de visie van die mensen zijn er schandalige dingen gebeurd. En er gebeuren nog steeds schandalige dingen. In Afghanistan zijn heel veel burgers vermoord. In Irak, schijnbaar 25.000 mensen dood. Daar is kwaadheid over. Waar was dat voor nodig? Om het land de democratie te geven? Nou, als dat democratie mag heten, als dat vrede mag heten, dan zullen er vast mensen die zeggen, die Saddam Hussein was zo slecht nog niet. En dat is precies wat dan bereikt wordt. En dat was natuurlijk niet de bedoeling van de Amerikanen, die wilden daar echt wel een andere samenleving brengen. Maar voor zover het nu blijkt, is dat niet echt gelukt. Een krakkemikkige grondwet, een krakkemikkige democratie, met mensen die er eigenlijk door de Amerikanen zijn neergezet. Nee, de wereld zit niet goed in elkaar. Het is niet alleen het weer. Nou, daar kunnen we heel positief naar kijken en zeggen, nou, een heleboel mogelijkheden om bruggen te slaan, om weer samen te komen, om het beter te doen. Nou, voor mij was het in ieder geval vakantie deze week. Ik ben hier op de Rafaelboerderij, dat is in de Belgische Ardennen. En wat u achter me ziet zijn typisch. En ze zijn hier bezig om onder andere het Shamanenfestival, ik lees het even voor, van 18 tot 21 augustus 2005 te organiseren. Vierde Shamanenfestival, kijk op Shamanenfestival met een S-J-A-M-A. Shamanenfestival
www.nos.nl om te weten wat er allemaal gaat gebeuren hier in de Belgische Ardennen. Een alternatief festival. De dingen die ik graag doe, dat weet u ondertussen wel. Ruigoord, festivals, leuk, muziek, drummen. Beetje ritueel. En dat gaat hier ook gebeuren. En ondertussen begint het weer te regenen, dus dat is het. Onze... Ja, nou, ik was net aan het vertellen hoe het weer in Wisselvallig is en toen begon het te regenen. Toen moest ik even ophouden. Maar we staan hier dus in de Belgische Ardennen, ergens in de buurt van het plaatsje Amel. En daar staan hier allemaal tipis. En dit zijn prachtig geschilderde tipis van Ben Aket. En hij heeft er 7 staan. En dat zijn de 7 chakra's, 7 lichaamscentra. Maar 7 hoofdzonden mag je het ook doen. Heel verschillende kleuren. En die typisch, dat weet iedereen, dat zijn indianententen. Komen uit Noord-Amerika. En die zitten heel slim in elkaar. Misschien kun je dat zien, dat nu de flappen boven die staan dicht. Want het is regenachtig. En dat betekent dat de regen er niet in kan. Maar als die flappen open gaan, van de wind af, dan kun je er dus een vuurtje instoken. Het zijn hele ideale dingen. Je moet alleen lange palen hebben, dat is nu in ons land een beetje moeilijk. Ik had het net over het shamanenfestival van 18 tot 21 augustus hier. En daar komen uit heel Nederland shamanen. Ja, wat zijn shamanen? Zijn mensen die zich bezighouden met de andere wereld. Het is een woord wat een beetje uit Azië komt, uit Siberië. Maar het is een woord wat heel veel gebruikt wordt nu voor, zeg maar, medicijnmannen. Medicijnmannen die zich voegen in een Indiaanse traditie, Noord-Amerikaanse traditie, in een Zuid-Amerikaanse Indiaanse traditie. Maar ook uit allerlei landen zijn er shamanen. Boodschappers in de andere wereld. Mensen die zich bezighouden met het maken van de verbinding tussen wat hier gebeurt, de harde werkelijkheid, en die andere werkelijkheid. En dat kennen we natuurlijk in het Westen vroeger als priesters. Maar dat was streng gereglementeerd. Shamanen, dat is meer een individuele hulp. Een manier om, en dat is het kenmerkende van het shamanisme, dat je voor anderen de andere wereld, de niet zichtbare wereld, de geestenwereld, gaat bereizen, verkennen, daar heling, raadgevingen gaat halen. Dat doe je voor één ander mens of voor de hele stam. Nou, die shamanen uit andere culturen zijn vaak heel fraai uitgetost, hebben allerlei rituele dingen, hebben vaak ook dieren waar ze zich mee identificeren. Nou, dat shamanenfestival wat hier plaatsvindt, dat is dus een plek waar de mensen die zich in Nederland daarmee bezighouden, en daar komen ook een paar echte indianen, maar de mensen die zich daarmee bezighouden bij elkaar komen en samen iets aan dat shamanisme doen, workshops. En het publiek kan daar ook komen. Shamanenfestival.nl, op het internet kun je het vinden. En dan kun je dus een weekend lang, vanaf donderdagavond, kan je meedoen aan vuurrituelen, aan leren drummen, aan een zweethut. Dat is zo'n Indiaanse manier om, zeg maar, een soort Indiaanse, Noord-Amerikaanse sauna. Kortom, allerlei dingen die te maken hebben met dat shamanisme. Beetje creatief. En dat is het soort vakanties wat de laatste tijd heel veel opgang doet, want mensen willen wat anders. Alleen in de zon zitten in Marbella of wachten op de bommen in Sharm el-Sheikh, dat is het niet echt. Mensen willen wat anders, willen actief. En hier in zo'n leuke omgeving, er zijn ezeltjes voor de kinderen en de kinderen mogen ook mee. En daar kun je dan je vakantie op een andere manier beleven. Dat is een beetje de trend. Actieve vakanties, een beetje met een doel. En daarom was ik ook hier in België om eens te kijken hoe dat allemaal zit. En om vooral ook te kijken naar deze tenten. Want ik vind dat heel prachtig, al die kleuren. Het heeft een bepaalde sfeer, wekt het op. En u ziet het, je krijgt toch een beetje het idee alsof dit een soort indianenkamp is. Natuurlijk staat het in de Belgische heuvelland, maar het heeft wel een hele bijzondere sfeer. En je kunt er ook in slapen. En er worden allerlei activiteiten in zo'n tipi gehouden. Er zijn wat kleinere en er zijn wat grotere. De grotere zijn 9,5 meter diameter en daar kun je met een man of 60 in zitten. Die kleinere die we hier zien zijn een kleine 5 of 6 meter. Maar in ieder geval een hele andere manier van vakantie vieren. Nou, dat was het weer. In de komende tijd kom ik weer wat meer terug op Amsterdam. Want dit was het weer. Luc Sala voor RAZO, Radio Omroep Zuidoost.
Ja.